Een cola blikje op spanning versus een heat gun. Dit komt nooit goed. Oh, ik hoorde iets. Meer afstand. Oh. En welkom in deze gloednieuwe video. Ik moet als eerst even sorry zeggen dat vorige week geen video online kwam. Ik wilde de video uploaden die ik in Spanje had gefilmd. Alleen kwam ik er niet helemaal uit. En ik kwam even niet op een vervangend idee. Ik was heel eerlijk. Gewoon heel even inspiratieloos. Maar maakt niet uit. Vanaf nu komt er gewoon weer elke week een nieuwe video. En vandaag gaan we iets superleuks doen waar ik heel veel zin in heb. We hebben al 2 afleveringen hiervan gefilmd. En allebei de afleveringen vonden jullie superleuk. Heel erg bedankt voor alle blauwe duimpjes omhoog en de reacties. Dat is namelijk voorwerp versus 500 graden heat gun. Hij heeft 2 standen, 300 en 500. Dus dat ding wordt pittig heet. Jullie hebben in de vorige aflevering voorwerpen achtergelaten. Ik heb daar een aantal uit gekozen waar heel veel blauwe duimpjes op achtergelaten werden. En ik ook best wel leuk vond. Ik heb die voorwerpen gekocht. En vandaag gaan we kijken of ze het overleven, ja of nee. Vind je het al leuk? Vergeet dan niet dat blauwe duim omhoog te smashen. En ben je nieuw? Vergeet je niet hieronder te abonneren. En dan gaan we gelijk beginnen met het eerste product. Ik heb er zin in. En dat is, ik ga het even uitkiezen, een pruik. Dus wat we gaan doen, scheuren het open. We halen hem uit het netje. En hier hebben we de pruik. En dit idee is onder andere gekomen door Linde B. YouTube. Dus heel erg bedankt voor jouw comment. Als allereerste wil ik zeggen, doe dit zelf thuis niet na. Het is gewoon niet heel verstandig om hier zomaar mee te gaan spelen. Want het wordt ook echt super heet en het kan branden. Dus als je iets heel graag wilt zien in deze aflevering, laat het gewoon niet achter en doe het zelf niet na. Dat is het eerste dat ik wil zeggen voordat we hiermee beginnen. En dan denk ik dat we gewoon gelijk gaan beginnen met de eerste. En dat is de pruik. We hebben de heat gun. Zet hem aan, 500 graden. Dames en heren, we gaan direct beginnen. Oh, het smelt gelijk weg, joh. Ik hoef niet eens iets te zeggen. Kijk dit. Wow. Ik had ervan gehad niet lang ging duren. Maar zo snel had ik ook weer niet verwacht. De schade van 1 seconde richt op een pruik. Dan gaan we gewoon verder, toch? Laat sowieso bij elk product achter of je denkt dat dit overleeft of niet. Ik dacht dat dit het niet ging overleven. Maar ik denk ook niet dat dit heel moeilijk was om te voorspellen. We gaan door. Dit gaat zo snel weg. Het ziet er zo satisfying uit. Hoe snel dat allemaal wegbrandt. Holy moly. Als allereerste ruikt het ook niet helemaal goed, maar wow. Even serieus. Laat dit aan iemand zien en vraag of hij kan raden wat het is. Ik kan er zelf niet eens weer een pruik in terugzien. Check dit dan. Dit was gewoon onze pruik. De binnenkant ziet er wel nog goed uit, daar zijn we niet gekomen. En dit is echt... Ja, yeah. Rust in peace, nummer 1. Het volgende dat we gaan uittesten is een metalen ketting. Die comment is van Jamario Nijhuis. En hij zegt, ik heb een idee, een metalen ketting. Like zodat Dylan dit ziet. 182 duimpjes omhoog, ik heb hem ook omhoog gegeven. En dan denken waarschijnlijk, Dylan, dat brandt toch helemaal niet? Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik denk dat dit is gecomment omdat het een kans heeft om helemaal rood te gaan gloeien. En dat lijkt me wel super vet. Dus denk je dat deze ketting het overleeft? Laat het me weten. Ik denk dat dit overleeft, maar wel helemaal rood gaat gloeien. Misschien is er weer net niet warm genoeg voor. Ik weet het eigenlijk niet. We gaan het in ieder geval proberen. Ik moest trouwens wel iets hebben dat echt metaal is, maar ik kon geen echte ketting vinden. Dus ik heb gewoon een fietsketting. Dat is wel goed genoeg. Dit gaan we echter wel op steen doen, want anders gaan we dat karton zo meteen verbranden. Ik denk dat dit wel een tijdje duurt, dus we gaan dit even timelapsen. Let's go! Het ligt er nu al een paar minuutjes aan. Ik zie nog echt nul verschil in het metaal. Maar wat ik wel zie, is dat dit langzaam ook aan het verbranden is. Of eigenlijk smelten. Maar ja, hier gebeurt nog niks. Op dit moment meer dan 10 minuten later en ik ga het uitzetten. Want het heeft nul resultaat. Ik ga dit absoluut niet aanraken. Maar aan de bovenkant zie ik wel hier alsof het gewoon roest is of zo. Beschadigd is. Kunnen we dat... Oh, dit smelt gewoon gelijk als ik dit er tegenaan hou. Besef hoe bizar warm dit metaal nu is. Ik doe dit zwart er tegenaan. Let op, komt ie, hè? Het smelt gewoon direct erin. Het is echt niet gezond. Kijk dit dan. Dat is zo raar. Best wel heel erg logisch, maar au, het verbrandt door mijn duim heen. Niet te hard op gaan drukken dus. Maar we hebben er wat gaten in gedrukt. In ieder geval, ik denk dat 500 graden toch niet warm genoeg is om dit te laten gloeien. Misschien wel, maar dan duurt het extreem lang. En ik vind 10 minuten wel genoeg, want ik ga niet een uurtje hier zitten wachten met dat ding. Dus ik denk dat hij heeft gewonnen. De ketting wint bij deze. Dames en heren, we gaan naar het volgende product. Of, ja, het is eigenlijk niet echt een product. Ik vind het zo zonde om te gaan doen. En ik denk dat iedereen hartpijn krijgt als ze dit gaan zien. Het spijt me alvast dat ik dit ga doen. Ik wil het zelf ook niet. Meer mensen hebben dit ook gecomment en ik vond het zo grappig om te gaan proberen. Het is gekomen door Boerengamers met 135 duimpjes omhoog. En hij heeft er ook eentje van mij. Namelijk een burger van de Mac. Het spijt me, allerliefste kijkers. Maar we gaan dit doen. Ik heb hier een Big Mac. Oh, wat krijg ik pijn als ik... Oh, jongens, dit gaan we toch niet branden. Oké, ik wil 1 hapje. 1 hapje. Anders vind ik het gewoon echt veel te zonde. Het spijt me voor iedereen die nu honger krijgt. Geen promotie van de McDonald's. Ik wil gewoon een hap. Oké, we gaan beginnen. Ik wil het niet. Maar we kunnen niet anders. Ik doe wat jullie willen. Dus heat gun versus een Big Mac menu. Eigenlijk gewoon Big Mac. We gaan dit doen. Rust in peace, arme Big Mac. Oh, dat brood. Ik zie gelijk kleurverschil. Die pitjes erop verbranden ook gelijk. Dit brood gaat het niet redden. Ja, dan komt ze natuurlijk achter of je denkt dat dit het overleeft of niet. En het ruikt gewoon naar getoast brood nu. Alsof je nu in een broodrooster dit ding aan het zetten bent. Het is zelfs aan het knetteren.
Dit brood heeft er duidelijk geen zin in. Het broodje overleeft het niet. We halen het broodje eraf en we gaan door met het vlees. Hoe langer we dit branden, hoe zwarter het wordt. Dat begrijpen we ondertussen wel. We gaan naar het vlees toe. Heel erg benieuwd wat hiermee gebeurt. Oh, en ook hier zie ik gelijk dat er wat gebeurt met het vlees. Wat gebeurt er met het vlees? Er komen allemaal dingen op. Ik hoor allemaal gekletter en er komen allemaal dingen naar boven. Wat zit er in deze burger? Dit vlees heeft er ook geen zin meer in. We gaan gewoon naar de volgende laag. Augurken, sla. Ik denk dat dit het aardig overleeft, omdat het heel erg nat is. Oh, en ook hier begint wat mee te gebeuren. Het wordt wit. Is dat de saus die naar boven spat? Het lijkt alsof er iets explodeert erin. Die augurken zijn aan het bakken. Zo. We gaan even kijken naar het resultaat. De burger zelf ziet op zich nog wel goed uit. Het is een beetje aangebrand. We hebben ongeveer 2 minuten hier opgericht. Dus 500 graden heat gun. Maar het ziet er nog best wel goed uit. Broodje natuurlijk helemaal aangebrand. En de rest, ja, oordeel het zelf maar. Nou, het ziet er niet meer zo lekker uit als het was. Broodje erop. En dan is dit ongeveer onze hamburger. Dan gaan we nu iets doen dat best wel spannend is. Dit is gecomment door Ruben Verkens. Het is namelijk een voetbal. Ja, ja. Ik denk niet zozeer dat dit gaat branden. Ik denk meer dat dit gaat ontploffen. Ik weet niet hoe hard die knal is. Wel ga ik een veiligheidsbril opdoen. Deze bril hadden we gekocht met Shoppen met Pace. En ik dacht, ja, het is best wel breed. Het is best wel goed ter bescherming. Dus ik doe deze op. Echt, het ziet er niet uit, maar het is wel veilig. Toch beter dan niks. En dames en heren, heb je blauw duimen nog niet omhoog gedaan? Doe dat dan nu. Dit wordt denk ik echt een spektakel. Ik zet de camera op afstand en ik zoom hem in. Want ik weet niet hoe groot die klap gaat zijn. Net nieuwe bal gekocht en hij gaat gelijk kapot. Tenminste, daar ga ik vanuit. Laat weten wat jij denkt. Of je het overleeft. Ja of nee. We gaan het doen. Op een of andere manier moeten we wel voor zorgen dat die bal niet wegrolt. Want ik wil hem niet vasthouden als hij gaat ontploffen zometeen. Weet je wat? Doe die Big Mac gewoon tegenaan. Ik zoom hem niet te veel in, zodat als het ontploft dat jullie de explosie eromheen nog kunnen zien. Let's go! Dit vind ik dus zo spannend, maar we gaan het gewoon doen. Oké. Ik weet wat beters. Kijk, ik leg de heatgun toch op een stuk karton en richt ik hem op de bal. Dan hoef ik niet in de buurt te zijn als ik hem aanzet. Toch een stukje veiliger. Let's go. Oh, jullie zien het misschien niet, maar aan de onderkant wordt het helemaal zwart. Hij gaat roken, hij rookt al. Ik zit nu veilig met mijn bril achter de camera. De hele bal rookt. Ik ga proberen inzoomen. Zien jullie dat daar? Het wordt daar helemaal zwart. Het begint ook helemaal te roken. Dus denk ik gewoon afwachten op de klap nu. Big Mac er ook echt bij. Nogmaals, geen reclame voor McDonald's. Oh my god, het wordt zwarter en zwarter. Daar, het is niet gezond. Waar blijft die klap? Ik word bang. Holy moly, die rook is echt insane. Oh, ik hoorde iets. Meer afstand, meer afstand. Oh, 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 oh. Ik durf niet dichtbij te komen. Zien jullie dat? Hij is lek gegaan. Hij rookt helemaal. Het is een soort ei geworden. Ik weet niet, is hij nou lek? Ik ga hem even natrappen, dan komen we erachter. Hij is lek. Nee, dit ziet er niet heel best uit. Laten we maar gaan stoppen. De bal heeft het niet overleefd. Ik had wel een ander einde verwacht. Ik had namelijk echt een explosie verwacht. Maar dat is niet gebeurd. Aan de ene kant, het spijt me. Maar ik kan jullie beloven dat zometeen wel een explosie komt. Misschien hebben jullie het net al in de achtergrond gezien welk volgend product eraan komt. Maar de bal, even stampen. Is lek. Het volgende product dat we gaan doen voordat de echte laatste explosie komt, die gaat echt wel exploderen, ik weet het bijna zeker, is duct tape. Ik ben heel erg benieuwd of dit nou heel snel wegbrandt, ja of nee, want ja, duct tape, iedereen gebruikt in het dagelijks leven wel bijna. Oké, misschien niet in het dagelijks leven, maar iedereen gebruikt dit wel eens. En ik ben benieuwd of het nou in één keer zo wegbrandt, of dat zelfs tegen hitte best wel sterk reageert. Dus we halen dit plastic er even omheen, weg. Dames en heren, ducky tape, het spijt me alvast. Dit heb ik trouwens wel zelf bedacht, ik was gewoon heel erg benieuwd of het wegbrandde. Misschien hebben kijkers dit al achtergelaten, maar ik heb het niet gevonden. Maar laat vooral nieuw producten in de comments hieronder achter. En misschien kies ik jou wel voor de volgende aflevering. Als jullie dat willen natuurlijk. Vergeet er niet een blauw duim omhoog achter te laten. Dan weet ik dat. En dan gaan we gewoon zo snel mogelijk nog een aflevering doen. Maar eerst duct tape. Gaan we dan. Ik ben echt super benieuwd. Of het nou in één keer weggaat of niet. Voor mij is het nog best wel sterk ook. Het wordt iets donkerder van kleur maar. Oké, daar gaat het al. Daar gaat het al. Kijk eens. Ik dacht dat dit kan er niet heel lang gaan overleven. Er komt een soort van dikke spleet tussenin nu. En het brandt langzaam weg. Ik kom hier langzamerhand doorheen. En als we de duct tape nu hierop plakken, gaat het dan afvegen als zwart verf? Een beetje. Zo, het is nog best wel sterk, maar het wordt gewoon heel erg slapjes. En zoals je kunt zien, ziet het er niet meer heel best uit. Ja. Duct tape heeft het niet overleefd, dat weten we nu. En dan gaan we nu door naar het laatste product. En dit wordt knallen. Dames en heren, dit is gecomment door Smart Games. 5 duimpjes omhoog maar. En dat is echt een cola fles die op spanning staat. Ik zie trouwens nu pas dat het zegt cola fles. Ik heb een cola blikje. Ik denk dat er ongeveer hetzelfde gaat gebeuren. Dit cola blikje gaan we niet zomaar verwarmen. We gaan eerst goed schudden dat er zoveel spanning op staat. Oh, ik voel het nu al. Toen ik hem net ging schudden, voelde ik dat water nog klonsen. Dat cola. Maar nu hoor ik gewoon niks meer als ik het schud. Dus het staat flink op spanning nu. Oh, dit gaat zo heftig worden, jongens. Dit gaat echt heel erg worden. Een cola blikje op spanning. Versus een heatgun, dit komt nooit goed. We leggen hem hier zo neer. De camera zet ik wel op afstand, want ik ben bang dat dit gaat exploderen. En ik wil niet dat de camera nat wordt. Hij vervormt een beetje, maar tot nu toe gebeurt er nog niks.
Ik heb geen idee, maar dit is moeilijker dan ik dacht. Waarschijnlijk moet het cola helemaal gaan koken voordat het wat gaat gebeuren. Dus dat duurt wel even. We nemen even een kijkje. Misschien zien jullie het, maar aan de onderkant vervormt het een beetje. En hier zo wat witte stipjes. Maar verder is hij nog in orde. Oké, ik heb er genoeg van. Uit. Ik had het niet verwacht met het cola blikje. Ik heb niet eens te pakken. Oh, hij is heel erg warm. Ik schrok me dood. Ik schrok me dood. Wow. Jeetje. Oh my god. Ik had dus een gevoel dat als het zou ontploffen, dat de bovenkant eraf zou vliegen. Ik heb ook geen idee waarom ik het eigenlijk oppakte. Want ik wist dat het elk moment kon gebeuren, want hij was heel warm. En toen had ik hem zo vast. En toen zei hij, dacht ik ga open. Zo, hé. Daarom zeg ik jullie dus ook, doe dit niet na. Er is verder niks aan de hand, ik schrok alleen van de klap. Ik ben heel erg benieuwd of dit cola nou ook echt heel warm is of niet. Zo vast wel. We gaan het even voelen. Oeh, dat is wel erg warm, ja. Dat is wat beweging nodig. Ik moest eigenlijk eerst even één keer tegenaan trappen voordat ik hem ging oppakken. Ik wou zeggen, cola blikje heeft het overleefd, maar toch heeft hij het niet overleefd. Dames en heren, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet dan niet het blauwe duim omhoog te smashen en te abonneren hieronder. Het was me toch een spektakel. Ik bedank jullie voor het kijken. Laat een leuke reactie hieronder achter. Of als je een nieuw product weet dat ik kan gaan verhitten met 500 graden. Laat het weten hieronder. Heel erg bedankt alvast voor alle lieve comments. En dan zie ik jullie volgende week bij een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Peace.